Marianne Korpershoek van Lauwers IP Technology Advocaten. Een lange carrière gemaakt bij diverse advocatenkantoren, waaronder AKD Prins van Wijmen. Toen samen met Ernst-Jan Lauwers, Lauwers IP Technology Advocaten in Eindhoven begonnen. Nou, eigenlijk is het gewoon mijn overbuurvrouw. Ja. Tenminste, op kantoor dan. Onze kantoren zitten tegenover elkaar. En zo zijn de contacten ook tot stand gekomen. En zo werken we ook samen aan bepaalde dingen. Maar in een niet-technische trek is het juridische aspecten van IT en IT-beveiliging, dat ligt nogal dicht tegen elkaar, zou ik maar zeggen. Techniek en organisatie, maar ook juridische aspecten. En daar gaat Marianne op in. Okay. Over bring your own devices en juridische Wi-Fi aspecten in daarvan. Openbare gebieden. Ja. Veel succes. Dankjewel, Remco. Goed, ik ga het hebben over mobile insecurity en de law. Remco heeft net al verteld wat wij doen. Het eerste, wij zijn een advocatenkantoor gespecialiseerd in IP. Dat is intellectual property of intellectueel eigendomsrecht in Nederland. Privacy en security. IT outsourcing en internet e-commerce. Die IP, dat lijkt een beetje een vreemde eend in de bijt, maar dat komt omdat software wordt beschermd via het auteursrecht. Met als gevolg dat dat stuk zit er ook nog bij ons vak. Wij adviseren heel veel en nu de wet meldplicht datalekken van kracht is geworden, merken we ook dat we heel veel extra moeten adviseren over deze problematiek. We lossen ook gewoon problemen op voor cliënten. Bijvoorbeeld inbreuken op intellectueel eigendom of projecten die niet lopen. We maken daar contracten voor. Ook weer, we merken ook dat er veel meer bewerkersovereenkomsten gevraagd worden. Dat is echt exponentieel toegenomen. We procederen ook heel veel over IT. En we proberen ook steeds vaker cliënten te ontzorgen en te beheren. Daarbij werken we heel veel samen met allerlei partijen, met Madison Gurka bijvoorbeeld. Met SIG, een andere sponsor van Madison Gurka die hier op het congres staat. Maar we werken ook vaak met mensen, Norea auditors, samen. Wij zijn uiteraard juristen, we pretenderen heel veel verstand te hebben van ook van de techniek, maar uiteindelijk is het de combinatie van het recht, en dat zei Aaron vanmorgen ook al, combinatie van recht en techniek en ontwerp die ervoor zorgen dat die techniek ook beheersbaar blijft. Ik wil twee onderwerpen, want mobile insecurity is veel breder. We hebben vorig jaar een law class van de Universiteit van Tilburg over de vloer gehad. Een aantal studenten die onderzoek hebben gedaan naar de privacy aspecten van health wearables. Maar ik wil het vandaag hebben, en dat is ook mobile insecurity. Ik wil het vandaag hebben over de wet meldplicht datalekken en bring your own device. En dat is vooral interessant vanuit een zakelijk perspectief. Van hoe kan je als organisatie, en wat zijn de risico's voor je organisatie als je geen goed bring your own device beleid hebt. En aan de andere kant wil ik ook wat vertellen over tracking van mobile devices in winkels en winkelgebieden. Daar is uitgebreid onderzoek door gedaan door de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens in december vorig jaar. Toen heette ze nog College Bescherming Persoonsgegevens. Maar met de inwerkingtreding van de wet meldplicht datalekken heette ze sinds kort Autoriteit Persoonsgegevens. De tracking van die mobile devices in winkels, dat is interessant vanuit perspectief van ons als burgers en personen. Maar het is ook interessant omdat heel veel mensen denken die wet meldplicht datalekken, je krijgt een boete als je een datalek hebt. Maar die wet gaat veel verder, daar ga ik zo nog op in.
Er zijn nog veel meer artikelen van de wet. Als je die overtreedt, kan je een boete krijgen. En deze casus is daar ook erg interessant voor. Want ik denk dat de partijen die aan wifi-tracking doen... nog wel eens in de problemen zouden kunnen komen. In december is er een heel uitgebreid onderzoek geweest. En onlangs was het ook nog in het nieuws. Bring your own device en datalekken. Die wet meldplicht datalekken was per 1 januari 2016. Een overtreding van die wet kan leiden tot boetes van maximaal 820.000 euro. Nederland loopt hier voor de muziek vooruit. Over 2 jaar wordt er een privacyverordening van kracht. Die gaat gelden rechtstreeks in Europa. Dat betekent dat dezelfde wetgeving... of dat dezelfde regels gaan gelden in alle landen van de Europese Unie. In die privacyverordening staan nog veel hogere boetes. En dan heb je te maken met 1% van de wereldwijde jaaromzet van je organisatie. Dat zijn wel maximale boetes, maar het kan toch fors oplopen. Die own devices, die heel veel mensen natuurlijk meenemen naar hun werk. Vroeger kreeg je vaak een mobiele telefoon van je werkgever. Maar je ziet steeds vaker dat mensen allerlei hun eigen apparaten mee naar het werk nemen. En willen connecten met het netwerk. Maar die zijn een liability voor datalekken. En dat betekent dus ook dat als u als organisatie... dat toestaat dat u heel goed moet nadenken van hoe moet u daar omgaan, want het zijn forse liabilities voor datalekken. Wat zijn de wettelijke plichten van de organisatie? Ik heb hier voor u het wetsartikel even uitgeschreven. Het gaat over, dus artikel 34 van de WBP. Het gaat over een inbreuk op de beveiliging die leidt tot een aanzienlijke kans of al heeft geleden. Of tenminste aanzienlijke nadelige gevolgen heeft opgeleverd. Dus de mogelijkheid en ook het daadwerkelijke feit dat die gegevens op straat zijn gekomen. En u kent allemaal misschien de voorbeelden de afgelopen tijd uit het nieuws. Kent iemand dat verhaal van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, die medewerker? Heeft iemand daarvan gehoord? Een medewerker van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, een onderzoeker... Die had een harde schijf met allemaal patiëntgegevens achter in zijn auto gelegd om thuis verder te gaan met het onderzoek. En vervolgens is zijn auto opengebroken en is zijn koffer eruit gehaald. En is die harde schijf met al die gegevens meegenomen. Een ander mooi voorbeeld, dat was het Anna ziekenhuis in Geldrop. Die hadden besloten om hun gegevens in de cloud te zetten. En vervolgens vond er een hack plaats bij de cloudleverancier en lagen ook daar al die gegevens op straat. En dit zijn allemaal medische gegevens en dat zijn bijzondere gegevens op grond van de WBP. Gegevens die je extra goed moet beveiligen van de wet bescherming persoonsgegevens. En het laatste voorbeeld is ook een hele boeiende om te kijken hoe ver het gaat. Dat was ook een ziekenhuis die zijn... Ik heb geen idee of er 3 ziekenhuizen zijn, maar ze zijn waarschijnlijk het beste in mijn hoofd blijven hangen. Omdat ik zoiets had van, jullie zouden toch wel wijzer moeten zijn. Het laatste voorbeeld ook van een ziekenhuis, die wilde al zijn papieren dossiers gaan digitaliseren. En die moeten jullie gehoord hebben. Die hadden dat uitbesteed aan hun partner, die dat dan zou gaan digitaliseren. En die hebben dat vervolgens uitbesteed aan een gevangenis in België. Waarbij al die gevangenen de nietjes uit die papieren moesten halen. En zorgen dat ze allemaal glad waren, zodat ze fijn door de scanner heen konden. Ik weet niet of die gevangenen zin hebben om zulke grote stukken papier te lezen, maar... Het is een heel stom voorbeeld. En dit soort dingen moet je ook gewoon contractueel regelen. Als jij als ziekenhuis of weet ik veel wat voor een organisatie, op het moment dat je dat uitbesteedt, moet je dat contractueel goed regelen.
Goed, maar dat zijn allemaal datalekken. De WBP, of de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, heeft ook een aantal voorbeelden gegeven. Ze hebben beleidsregels voor die wet meldplicht datalekken uitgegeven. Wanneer is er nou sprake van een datalek en wat moet je doen? Dit zijn de voorbeelden van de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens uit die beleidsregels. En die kunt u gewoon vinden op de website van de autoriteit. Een kwijtgeraakte USB-stick, een gestolen laptop. En dit was allemaal al gepubliceerd voordat ik die drie voorbeelden gaf. Een gestolen laptop, maar dat kan dus ook een gestolen mobiel zijn of een tablet. Bijvoorbeeld een inbraak door een hacker. Dat zal niet zoveel, daar zal Bring Your Own Device niet zoveel impact op hebben. Hoewel misschien een hacker, dat hoorden we net van SIG, ook via een rotte app naar binnen kan. Het verzenden van een e-mail waarin alle e-mailadressen van alle geadresseerden zichtbaar zijn. Die heb ik zelf ook al een aantal keren geconstateerd. En eentje was van de Vereniging van Informatica Rechtadvocaten. Het is heel erg, vind ik dat. Maar ook bijvoorbeeld contactgegevens, foto's, bedrijfsgeheimen, noem maar op. En een malwarebesmetting. Contactgegevens zijn. Even kijken. Oh ja, een verlies van persoonsgegevens zonder dat je een backup hebt gemaakt, wordt ook gezien als een datalek. En zo'n datalek zit in een klein hoekje. Dit artikel stond een poosje geleden op de website van de correspondent. Deze woonboot die u hier ziet, die ligt vlakbij het Centraal Station in Amsterdam. En daar komen, u ziet hier de Intercity voorbij komen. En daar komen dagelijks komen daar vele duizenden mensen voorbij. Deze meneer heeft dit aan de kaak gesteld. Want heel veel mensen natuurlijk maken gebruik van de wifi in de trein. En deze meneer die kan inderdaad, als hij zou willen, allerlei gegevens van die mensen ophalen. Wifi-toegang, noem maar op. Contactgegevens, e-mails. Daar heeft hij allemaal toegang toe. Dat betekent dat die mobiele devices van die mensen, als die geconnect zijn bijvoorbeeld met e-mail van hun werk, contactgegevens. Ik ben zelf advocaat, ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. En dat betekent dus dat de contactgegevens van mijn cliënten vallen onder mijn geheimhoudingsplicht. Maar die gegevens, als je gebruik maakt van wifi in de trein, zijn ze gewoon allemaal op te pikken. Er zijn natuurlijk ook voorbeelden van terrasjes. Dus een datalek zit wat dat betreft in een klein hoekje. Een ander mooi voorbeeld vond ik, mijn zoon had een paar jaar geleden. Stond ik namelijk een fietssleuteltje te zoeken en toen waren de lampjes op de telefoon zaten nog niet standaard in de applicaties die werden meegeleverd. En hij had de helderste zaklamp gratis. En ik dacht, dat is handig, die ga ik ook installeren op mijn telefoon. En toen zag ik wat hij allemaal wilde weten van mij. En ik zou denken, een zaklamp moet alleen maar aan en uit. Maar hij wilde toegang hebben tot mijn foto's en mijn media. Hij wilde toegang tot mijn camera. Hij wilde informatie hebben over de wifi-verbinding. Over apparaat-ID en oproep, locatie, contacten. Die is er net afgevallen. Dus ook dit soort apps. Ik weet niet, laat u wel eens uw kinderen met uw devices spelen die u ook wel eens op het werk gebruikt. Ik zie hier iemand nee knikken. En de rest zie ik niks. Maar dit soort spelletjes, Dimitri Tokmetsis van de correspondent, heeft ook vorig jaar een onderzoek gepubliceerd waarin die keek van welke apps er allemaal meekeken. De apps waar zijn driejarige zoontje mee speelde, wat die allemaal verzamelde, dan kunt u zich voorstellen dat dit eigenlijk gewoon al een datalek is, die artikel 34 van de WBP verbiedt. Dus het is een zaak om daar heel goed rekening mee te houden.
Als er een datalek heeft plaatsgevonden, dan moet u melden aan de betrokkenen. En de wet zegt wel, het kan zijn dat er een datalek heeft plaatsgevonden, hè, dat er inderdaad gegevens verloren zijn gegaan of gegevens buiten de organisatie zijn geraakt. Maar je hoeft dat niet te melden aan de betrokkenen op het moment dat je die gegevens adequaat versleuteld hebt of een effectieve remote wipe hebt geïnstalleerd. Dat betekent dat u dat mee kunt nemen in uw bring your own device beleid. Oké, je kan je eigen device meenemen, maar dan moet het wel mogelijk zijn dat hij bijvoorbeeld effectief remote gewiped kan worden. Of dat die gegevens versleuteld worden. Op het moment dat het om gevoelige gegevens gaat, dus wat ik net noemde, medische gegevens of gegevens over seksuele voorkeur, politieke voorkeur, dan moet je sowieso altijd melden. En waarom is dat melden? Omdat de betrokkenen dan zelf maatregelen kan nemen om te voorkomen dat, dat zo'n datalek ook echt daadwerkelijk gevolgen heeft voor zijn eigen privacy. Als je het niet doet, dan... ik had gisteren nog een discussie met iemand die zei van... Ja, een datalek. Stel, het gaat om een USB-stick. Er staan gegevens van mijn personeel op, salarisgegevens, NAW-gegevens. Moet ik dat nou melden of niet? De Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens is op dit moment bezig met het verwerken van 1500 meldingen. Moet ik dat nou melden? Zal ik dat maar niet doen? Want anders gaat die autoriteit persoonsgegevens weer bij mij zoeken. En ach, zo'n USB-stick, wie maakt zich daar nou druk over? Een USB-stick wordt uit de auto gestolen of de hele auto met de USB-stick wordt erin gestolen. Zal ik dat nou doen? Maar op het moment dat u een aantal maanden later, dat uw medewerkers geconfronteerd worden met het feit dat hun gegevens blijkbaar in handen van derden zijn gekomen die alleen hun werkgever wist, heb je wel een ontzettend probleem. En dan weet je zeker dat je de autoriteit bescherming persoonsgegevens op je dak zal krijgen. Dus het is denk ik heel belangrijk om heel goed na te denken over dat melden. En je kan het voorkomen door ervoor te zorgen dat die gegevens alleen als ze naar buiten gaan geëncrypt worden. Die boetes, die krijg je niet zomaar. In de wet staat dat er in principe eerst een bindende aanwijzing gedaan moet worden, behalve als er sprake is van opzet of ernstig verwijtbare nalatigheid. As we speak is er nog geen zelfs nog geen aanwijzing geweest van de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens. Ik zie ze op dit moment heel erg voorzichtig opereren. Vorig jaar was er de NRC had onderzoek gedaan naar het misbruik van SUINET bij gemeentes. En SUINET is het landelijke netwerk waarin je kan kijken waar alle inkomensgegevens staan om te kijken of mensen recht hebben op een bijstandsuitkering. En wat bleek, er werd heel vaak gezocht op persoonsgegevens van Ali B. Als iemand in het nieuws was gekomen in een ongeluk, dan bleek plotseling dat de hele politie van Rotterdam op die persoon zat te zoeken. En gemeentemensen. Dus dat was een fors probleem daar bij SUINET. Toen is er eerst onderzoek gedaan door Sociale Zaken. Dat is het ministerie dat het SUINET beheert. Vervolgens is er onderzoek gedaan door de autoriteit persoonsgegevens. En in januari zijn een aantal gemeentes aangeschreven met maatregelen die ze moeten nemen. Maar het was nog geen aanwijzing. Dus het wordt heel erg voorzichtig gedaan op dit moment. Maar je kan er vergif op innemen dat als er straks echt een hele ernstige schending komt van een van die artikelen in de wet, dat er een forse klap uitgedeeld wordt. Op het moment dat er sprake is van opzet, dus dat iemand opzettelijk een datalek of een andere inbreuk op de WWP tot stand brengt, dan kan er direct een boete uitgedeeld worden. Die boete is dus maximaal €820.000. De Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens heeft ook een aantal beleidsregels voor die boetes
gepubliceerd. En ze kijken ook naar de ernst van de overtreding, de grootte van de organisatie. Maar de maximale boete is 820.000 euro. Nee, dat geldt nog niet in de Nederlandse wet. Dus op dit moment is de wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd. Die verwijst naar de boetecategorieën uit het wetboek van strafrecht. Het wetboek van strafrecht kent 6 boetecategorieën. En de 6e, dat is deze, is de hoogste. Maar als de privacyverordening van kracht wordt, dan gaat er wel gekeken worden naar het percentage van de omzet. Zoals ik al aangaf, die boetes die kunnen niet alleen uitgedeeld worden bij een datalek. Maar u ziet dat er heel veel, bij overtreding van echt heel veel artikelen van de wet bescherming persoonsgegevens, een boete opgelegd kan worden. Dus het gaat niet echt alleen maar over datalekken, maar het gaat ook echt over allerlei andere zaken. Bijvoorbeeld, u verzamelt gegevens die u helemaal niet mag verzamelen. Bijvoorbeeld omdat u geen toestemming heeft van de betrokkenen. Of u verzamelt veel meer gegevens dan u eigenlijk nodig heeft. Zoals die helderste zaklamp. Die verzamelt allemaal gegevens die ze helemaal niet nodig hebben voor die zaklamp. En zo zijn er nog meer voorbeelden. En dat betekent ook dat op het moment dat u geen goed bring your own device beleid heeft, dan zult u ook in strijd handelen met artikel 13 van de wet bescherming persoonsgegevens, die zegt dat u een adequate beveiliging moet hebben. Dus op het moment dat er sprake is van een datalek, omdat een device van een van uw medewerkers tot problemen heeft geleid en u heeft geen adequaat beleid bring your own device, dan moet u er rekening mee houden dat u ook op die grond beboet kan worden. En hoe meer gronden u beboet wordt of overtreedt, hoe groter de kans is dat u ook echt daadwerkelijk een hoge boete krijgt. Dus dat is iets om wel goed rekening mee te houden. Goed. Dus dat is die artikel 13 van de WBP, een verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. Dus ook bij dit artikel is een boete mogelijk. En de autoriteit kijkt naar de ernst van de overtreding. U moet dus beleid ontwikkelen en wilt u aan mij vragen van hoe moet ik dat doen? Dat is denk ik heel verstandig om contact op te nemen met partijen zoals Madison Gurka, ITSX, om zo'n adequaat beleid op te zetten. De juristen geven de regels. Ellen Bakan die gaf vanmorgen, die zei van het zijn mensenrechten, dat klopt. Dat is artikel 6 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Die zegt dat je recht hebt op privacy. Die privacyrechten die zijn weer uitgewerkt in Europese wetten. En die zijn weer uitgewerkt in landelijke wetten, zoals de WBP. Maar uiteindelijk zult u uw eigen best practices, technische maatregelen, organisatorische maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat u aan die wet blijft voldoen. En wat ik aan het begin van mijn presentatie aangaf, is het belangrijk om zowel een connectie te hebben met de juridische bepalingen als uiteindelijk met een uitwerking in de techniek. En zo kan er dan beoordeeld worden of u voldoende maatregelen heeft genomen. Het volgende stuk van mijn presentatie wil ik het gaan hebben over wifi tracking. Dat is tracking in winkelgebieden. Mag ik kort vraag stellen aan de bring your own device? Ja. Eindelijk. Dit is een soort social hack om ervoor te zorgen dat ik in een raar blauw vierkant praat. Maar oké, ik doe het maar. En dan daar foto's van nemen. Ja. Volgens mij kan je hem op je schoot zetten, hoor. Dan zie ik hem niet. Nou, dan doet hij het minder goed. Een van de dingen die mij altijd hebben gefascineerd aan het hele bring your own device verhaal, en iets wat zelden aandacht krijgt en ook volgens mij niet echt in jouw presentatie aan bod kwam, is dat er een situatie kan ontstaan waarin je nu als werkgever de privégegevens van een werknemer kan wissen, per ongeluk of niet. Dus als ik van mijn werkgever, ik kan het heel concreet maken, ik werkte een tijdje voor Shell,
Shell wilde heel graag geen geld meer uitgeven aan mobiele telefoons. En dat ik mijn eigen Android of iPhone daarvoor zou gebruiken. Daarvoor moest ik dan wel accepteren dat er naast Apple nu nog een tweede partij was die in principe van een afstand mijn device kon wipen, wissen, meelezen, man in the middle, whatever. In feite gaf ik die totale adminrechten. En omdat ik een beetje wist hoe de IT-processen werkten bij Shell, realiseerde ik me dat er dat echt een reële situatie zou kunnen zijn dat iemand ergens in India op een knop drukt, waarna mijn telefoon het totaal niet meer doet. En ik weet niet, ken je al voorbeelden van waar dat misgegaan is? Is dat ook onderdeel van het beleid? Wat zou je privépersonen raden met betrekking tot Bring Your Own Device in relatie tot hun werkgever, et cetera? Ja. Kijk, ik ken nog geen voorbeelden dat dit echt tot uitspraken voor de rechter heeft geleid. Bring Your Own Device en datalekken gaat over de gegevens die de werkgever verzamelt. Het is overigens wel een boeiende vraag, want op het moment dat zij toegang hebben tot die gegevens, is het de vraag van, is dit een verwerking in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens? Zou het nog kunnen zijn dat het wissen van jouw gegevens, of toegang krijgen tot die gegevens, of backuppen, whatever, dat al een verwerking is? En ik gaf net het voorbeeld van, verlies van gegevens is ook een datalek. Dan zou het zo kunnen zijn dat wipen van jouw telefoon op afstand ook gezien wordt als een datalek. Wat je wel ziet is dat veel werkgevers ook werknemers van alles en nog wat laten tekenen. Is dat bij Shell ook gebeurd? Want vaak... ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Je hebt het niet getekend, nou. Ja. Ik weet dat de techniek nu verder is. Ik heb ook al hier een paar partijen zien staan, hè, die... En ik heb een poosje geleden heb ik ook een beleidsplan van de Universiteit van Tilburg gelezen. Die zeggen van ja, zero trust van die apparaten, grote firewalls ertussen. Ik heb het gevoel dat er ook nu andere oplossingen beginnen te komen om ervoor te zorgen dat die telefoontjes niet te diep doordringen op het netwerk. Maar om even terug te komen op jouw vraag... Het zou kunnen zijn, op het moment dat zij toegang hebben tot jouw gegevens, dat dan sprake is van, en ik ben nu heel erg juridisch technisch bezig, sprake is van een verwerking van persoonsgegevens. En op het moment dat ze dat remote wissen, dat er dan sprake is van een datalek. Het is de vraag of dat in een individueel geval zal leiden tot een grote uitdruk bij de AWP. Ik vermoed van niet. Maar ik denk dat wat jij gedaan hebt, zeggen van oké, dan ga ik niet op het netwerk met mijn mobieltje, dat een hele verstandige is. Want werkgevers moeten wat. En de WBP kijkt niet op de relatie werkgever-werknemer anders dan de persoonsgegevens van die de werkgever van de werknemer verwerkt. Oké. Nog meer vragen over dit onderwerp? Ja? Waar mag ik naar gooien? Je noemde het voorbeeld van de zaklampapplicatie, die ook eigenlijk alle gegevens van je telefoon wil hebben. En dat zou niet nodig zijn. Maar als je het aan het bedrijf vraagt, dan zeggen zij waarschijnlijk dat ze dat nodig hebben vanwege hun businessmodel, omdat ze die data verkopen aan adverteerders. Dat klopt. En dat komt ook bij die wifi-tracking. Alleen het is de vraag of toegang tot contacten, laten we zeggen, de WBP zegt ook dat het proportioneel moet zijn. Dus kijk, wat de WBP zegt, je moet een gerechtvaardigd doel hebben. En dat komt ook in dit trackingverhaal komt dat aan de orde. De WBP heeft gezegd, ik ga gewoon gelijk verder. De WBP heeft gezegd dat city tracking en blue tracking ging het over. Dat die een gerechtvaardigd doel hadden, inderdaad verkoop aan derden van die gegevens. Maar het is de vraag of ze niet gewoon veel te veel gegevens gaan vereten voor dat doel. Deze was vorige week donderdag, stond hij op de website van RTL. Omdat, in dit geval over Utrecht,
waar grote steden hebben grote problemen met hun winkelgebieden. Hè. De winkels hebben het moeilijk. En dat betekent dat er nu allerlei aanbieders zijn die aanbieden om, om winkelend publiek te tracken. Dat is begonnen in winkels zelf. Inmiddels is dat ook uitgebreid tot het hele winkelgebied. In het centrum van Utrecht gebeurt het. Ik heb op de site gekeken van City Marketing, City Traffic. En bijvoorbeeld in Eindhoven, waar ik vandaan kom, gebeurt het in het winkelcentrum Woensel. Daar wordt je op straat wordt er bijgehouden welke winkels je bezoekt, waar je stilstaat, of je vorige week ook geweest bent, hoe laat je daar loopt. En het staat 24/7 staat het aan. In dit kader heeft de autoriteit persoonsgegevens een brief gestuurd naar City Traffic. Dit was in dit geval de overtreder. Naar Detailhandel Nederland, omdat het ook veel in winkels gebeurt. En ook naar Blue Trace. En naar de vereniging, of naar een aantal gemeenten waar daar sprake van was. Wat gebeurt er? Je wifi-signaal wordt getrackt. MAC-adressen worden opgeslagen. In de winkel wordt er via de Bluetooth getrackt, want dan kan je namelijk veel nauwkeuriger bepalen waar iemand wat staat. En ook in steeds meer winkels worden er gebruik gemaakt van iBeacons. Die zitten in de nieuwste modellen van Apple zitten die. En in de winkels kunnen ze ook bakens neerzetten en dan kunnen ze precies zien waar jij stopt. En bij wijze van spreken, als je een beetje door de knieën gaat om te kijken van is dat wat onderin ligt goedkoper of wil ik dat liever hebben, dan kunnen ze dat precies zien. Ze kunnen bij wijze van spreken ook nog kijken of je wat pakt. En dat gecombineerd bijvoorbeeld met jouw uitchecken, kunnen ze daar hele gedetailleerde informatie over krijgen. Wat er verder gebeurt is dat er ook op de openbare weg getrackt wordt. En dat kan op twee manieren. Gewoon omdat er op de openbare weg getrackt wordt. De gemeente geeft een opdracht van kijk eens naar de verkeersstromen in ons winkelgebied. Maar ook op het moment dat er een wifi-tracker in een winkel staat, is er gewoon last van collateral damage. En als jij boven een winkel woont, of je loopt gewoon over straat, dan wordt jouw signaal ook gewoon opgepikt in die winkels. En door City Traffic en allerlei andere partijen. Nee. En als het vervolgens dan doorverkopen aan je ziektekostenverzekeraar, dan zou het best kunnen zijn dat de premie van volgend jaar wat vervelend uitvalt. Ja. Of dat u ergens anders wordt verzocht of u ergens anders uw polis gaat afnemen. Wel, ik geloof dat je ook frisdrank kan kopen in winkels, hè? Bij de slijter, ja. Het grote bezwaar van dit hele verhaal was dat er geen informatie aan betrokkenen gegeven werd. Mensen weten niet dat ze gevolgd worden. En ik heb pas ook in Utrecht door het winkelgebied gelopen. En dat betekent dus dat je gegevens worden bijgehouden zonder dat je dat weet. En de wet zegt bijvoorbeeld op het moment, hè, dat voorbeeld wat een van u net noemde, van ja, maar ze hebben toch een gerechtvaardigd doel. Want ze kunnen die gegevens verkopen aan derden. Dat klopt wel, maar dan moeten ze wel uw toestemming hebben om dat te doen. En je wordt niet geïnformeerd. Soms zie je in winkels, als je goed kijkt naar binnen, dan staat er ergens een heel klein bordje. Dat als je de winkel binnengaat, dat je toestemming geeft om getrackt te worden. Ja? Mag ik wat vragen over die toestemming? Want als je zo'n app installeert, dan ga je over het algemeen akkoord met de gebruikersvoorwaarden. Zou ik maar zeggen, er staat ongetwijfeld in dat ze alles met je gegevens mogen enzovoort enzovoort. En die ga je allemaal niet lezen, dus je zegt gewoon ja. In hoeverre is die toestemming, houdt die altijd stand, zou ik maar zeggen? Of zijn er toch dat je toestemming geeft voor dingen die eigenlijk sowieso toch verboden zijn? Dus begrijp ik nou ja, wat de WBP zegt is dat je toestemming moet geven. Dat je geïnformeerd moet geven waar je toestemming over geeft. En die informatieplicht, hè, die gaat bij bijzondere persoonsgegevens, medische gegevens, gaat die heel ver. Hè. Zal er echt specifiek
toestemming. Zal er specifiek uitgelegd moeten worden waar je toestemming voor geeft. Dat betekent niet dat je een bulk toestemming kan geven. Want u loopt nu, u wordt nu lid, u gaat nu studeren. En u gaat nu studeren en de komende 4 jaar mogen we alles met uw gegevens. Dat betekent dat als zij specifiek dit soort gegevens gaan vragen, dat ze dat ook specifiek moeten vragen aan jou. Vaak hoef je als bedrijf helemaal geen toestemming te vragen, want op het moment dat ik ergens ga werken, dan moet iemand op grond van de wet jouw gegevens verzamelen. Of als er een contract gesloten wordt met jou, je abonneegegevens voor een tijdschrift, daar hoef je geen toestemming voor te geven, want er is een overeenkomst voor jou. Op het moment dat dat tijdschrift die gegevens gaat verkopen, zal je wel toestemming moeten geven. Dus dat toestemmingsverhaal, dat merk je terecht op, ligt echt heel erg subtiel. Dus ik vraag me af, die hele kleine bordjes, of die wel voldoende zijn. Ja, of die hele kleine lettertjes in een... Ja, ja. En wat ik nu gezien heb, is, ik heb gekeken van wat heeft City Marketing nou gedaan om die toestemming te halen. En wat ik zie is op hun website staat er privacy policy. En daar staat er op van, als u dit en dit winkelgebied binnenloopt, dan geeft u toestemming. U kunt in uw device MAC tracing kunt u uitzetten. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Misschien weet jij het, Remco? Eigenlijk niet. Nee. Ja, maar goed, dat geeft de autoriteit bescherming persoonsgegevens ook aan. Telefoon is op dit moment voor mensen een heel belangrijk communicatiemiddel. En op het moment dat je je telefoon uitzet, heb je geen contact meer met je WhatsApp. Ik heb 2 kinderen en ik heb heel veel contact met hun via de WhatsApp. Dus dat betekent dat het een forse ingreep is op functionaliteit. Wat er verder nog aan de hand is, en ik kreeg net een seintje dat ik bijna moet gaan afronden, is dat er ook geen bewaartermijnen zijn opgenomen. Dus die MAC-adressen werden eindeloos bewaard. Ze konden gewoon over een hele lange periode kijken van wie er allemaal rondgelopen hadden en hoe vaak mensen terugkwamen. Locatiegegevens worden door de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens gezien als gevoelige gegevens. En, wat ik net ook al aangaf, er is gewoon geen balans tussen doel en middelen. Dit onderzoek naar BlueTrace, dat was een stuk uitgebreider dan die brief. Die brief verwijst wel naar BlueTrace. Dus er was geen sprake van proportionaliteit. Ook geen subsidiariteit. Dat betekent, je mag alleen maar gegevens verzamelen als je geen andere mogelijkheid of een minder ingrijpende mogelijkheid om bepaalde informatie te vinden. Er was ook geen pseudonymisering toegepast, want je mag soms wel gegevens verzamelen, maar dan moet je zorgen dat ze niet meer, dat individuen niet meer herleidbaar zijn tot die gegevens. Geen informatie aan betrokkenen. Er was ook geen grondslag in het geval van BlueTrace. BlueTrace heeft daarop gereageerd door te zeggen van ja, we hebben een overeenkomst om die gegevens te verkopen. Heel veel collateral damage, omdat mensen natuurlijk die bijvoorbeeld helemaal niet in het winkelgebied lopen, maar er gewoon wonen, ook getroffen werden. Geen bewaartermijnen. En dit is ook allemaal herhaald in die brief van vorige week aan de gemeente, de Detailhandel Nederland en City Traffic. In die brief wordt er ook gedreigd met een onderzoek. Dus wat ik net al aangaf, de CWP of de Autoriteit Persoonsgegevens handelt heel voorzichtig nog op dit moment. Maar als dat onderzoek er komt, dan lopen de betrokken partijen risico dat ze toch een aanwijzing gaan krijgen. Wat ook nog wel interessant was in dit stuk, is dat de Autoriteit Persoonsgegevens een duidelijke hint gaf aan de gemeentes. Het is niet alleen de wifi-tracker die aansprakelijk is. Dus de wet persoonsgegevens zegt van de verantwoordelijke, degene die de gegevens verzamelt, die is verantwoordelijk voor dit soort zaken. En een bewerker, die kan alleen maar aangepakt worden door de verantwoordelijke zelf, maar daar hebben we niks mee te maken. Op het moment dat een gemeente opdracht geeft
is de gemeente verantwoordelijk, want zij geven de opdracht om die gegevens te verzamelen. Maar omdat die clubs zoals City Traffic en Blue Traffic ook voor eigen doelen die gegevens verzamelen. En dat is, laten we zeggen, je ziet dat de Europese privacyautoriteiten daarin aan het schuiven zijn. Dan zeggen ze zijn niet alleen maar bewerker, maar ze zijn ook zelf verantwoordelijk voor die verzameling van die persoonsgegevens. En dat betekent dat wij ze vol kunnen aanpakken. Om er net op jouw vraag terug te komen over hoe zit het nou met werkgevers. Hè? Ik zou me kunnen voorstellen dat er in sommige bedrijven ook getracked wordt. En ik denk ook dat het voor die bedrijven die dat doen, die hun medewerkers trekken, al is het maar bijvoorbeeld, om maar weer op het ziekenhuis een voorbeeld terug te komen, dat je weet waar een bepaalde specialist uithangt, zodat je hem snel kan vinden op het moment dat er wat aan de hand is, zal je hier ook gewoon stevig beleid op moeten voeren. Die boetes, ik gaf net al aan, niet alleen bij een datalek, maar ik heb eventjes gekeken van welke wetartikelen er nou op het geval van die gemeentes en van Blue Traffic en City Traffic van toepassing zouden kunnen zijn. En, ik ga te snel, maar dat zijn er toch aanzienlijk meer dan één artikel of alleen dat artikel over die datalekken. Dus het is zaak dat op het moment dat u bezig bent met persoonsgegevens, dat u goed nadenkt of u voldoet aan de verplichtingen van de wet. Want ook dan, als u daar niet aan voldoet, is de kans groot of is de kans aanwezig dat u die boetes krijgt. Zijn er nog vragen? En anders wil ik u graag danken voor uw aandacht. Oh, wacht even, ja. Box, lekker ver. Heb je aansprakelijkheid uitgesloten voor? Hij doet het wel of? Ik hoor mezelf niet. Nou, hij doet het wel. Ik had nog een vraagje over dat mailgeval wat gebeurd is. Dat je in plaats van blind copies, carbon copies. Nee, in plaats van blind copies, carbon copies doet. Ja. In elk geval. In hoeverre is dat? Is dat beboetbaar? Want dat is een foutje wat zo vaak gebeurt. Dat klopt. Maar de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens heeft dit voorbeeld expliciet opgenomen in zijn beleidsregels over die datalekken. Dus voor die beleidsregels beantwoorden ze een aantal vragen. En een van die vragen was, wanneer is nou sprake van een datalek? En ze noemen dit specifiek als voorbeeld. En ze doen dat niet voor niets. Ik zie het heel vaak nog gebeuren. Ik denk dat ik er iedere maand wel eentje binnenkrijg. En een hele grove inbreuk is het ook niet, want vaak kan je heel veel van die e-mailadressen gewoon op internet vinden. Maar het feit is wel dat de Autoriteit Persoonsgegevens dat specifiek heeft genoemd. En op het moment dat een privépersoon dat doet, de privépersonen zelf vallen niet onder deze bepalingen van de WBP. Maar op het moment dat je bedrijfsmatig bezig bent, dan wordt er natuurlijk wel veel hogere eisen gesteld aan je. Dat je de wet moet kennen. En ik verwacht niet dat daar heel snel boetes over zullen vallen. Maar het is wel een voorbeeld wat genoemd is. En het zou toch vervelend kunnen zijn. Ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen, meneer Kamp, die pas in het nieuws was met zijn Gmail. Als die zoiets doet, dat er toch wel wat discussie over gaat ontstaan.